Vandaag schotel ik jullie het lekkerste dessert ter wereld voor. Vers gedraaid vanilleijs met chocoladesaus en slagroom. Of kortom, dame blanche. We gaan vers roomijs maken. Nou, voor die verse roomijs gaan we 400 gram volle melk nemen. We nemen ook 200 gram room. We nemen volle room, goed van smaak. En als je vanilleijs maakt, dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit van de producten hebt. Natuurlijk ook een vanillestokje. Altijd open snijden, want de smaak zit van binnen in die stok. Stok zeker niet weggooien, die gaan we erbij doen. We gaan er ook 115 gram suiker bij doen. We gaan ook een snuifje zout toevoegen. Dit gaan we aan de kook brengen. En ondertussen gaan wij 3 dooiers luchtig kloppen met 50 gram suiker. En wat is nu heel belangrijk? Eerst die dooiers een klein beetje loskloppen. En dan geleidelijk die suiker er aan toevoegen. En je ziet, we hebben een verkleuring hier van die dooiers. Wordt een beetje licht van kleur. En de structuur, kun je zien, is mooi luchtig aan het worden. Nou, wij kijken even naar onze melk, onze room en onze suiker. We gaan een klein beetje bij onze opgeklopte dooiers met suiker doen. Nou, op het moment dat we onze dooiers gelijk aan die warme massa gaan toevoegen, gaan ze gelijk blokkeren en krijg je eindelijk gestolde dooiers. Onze mengeling gaan we terug op het vuur plaatsen tot we een mooie binding krijgen. Als je goed blijft kloppen, krijg je een mooi luchtig ijs. Nou, onze mengeling begint mooi te binden. Nou, wanneer kunnen we nou zien dat die mengeling klaar is? We gaan onze lepel erin brengen. En met de vinger gaan we een lijntje maken. En op het moment dat die twee niet meer terug in elkaar vloeien, is ons ijs goed. Deze mengeling gaan we 24 uur laten rijpen in de koelkast, zodat er een mooie binding kan ontstaan en een lekker aroma. Nou, ik heb er natuurlijk al eentje klaargemaakt. Onze mengeling gaan we nu in de machine gieten en die gaan we ongeveer een kwartiertje laten draaien. Terwijl het ijs draait, maken we de chocoladesaus voor onze dame blanche. We brengen 115 gram volle room, 35 gram volle melk en 60 gram suiker naar het kookpunt. En deze kokende mengeling gieten we over 150 gram pure chocolade. De chocoladesaus is klaar en natuurlijk hoort bij een dame blanche lekkere slagroom. Nou, we gaan 300 gram slagroom van Campina nemen. Nou, we gaan er 15 gram suiker bij doen. Nou, slagroom niet te ver kloppen, want als je hem te ver klopt, dan heb je boter. Ietsje dikker als mayonaise. En dan is hij perfect. Nou, slagroom is mooi opgeklopt. En dan gaan wij even kijken of ons ijs al klaar is. En kijk eens wat een mooi stevig ijs dat we hebben. Super lekker. Nu moeten we enkel nog onze dame blanche afwerken. Onderin leggen we wat crumble van chocoladekoekjes. Zo zal het vers gedraaide vanilleroomijs niet te snel smelten. Afwerken doen we met enkele toefjes slagroom en een lepel chocoladesaus. Nou, een verser kun je deze dame blanche natuurlijk niet serveren. Hij scoort zowel bij jong als oud. En willen jullie alles erover weten? Kijk dan op Nian.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.